We staan hier voor de brouwerij De Koning. De Koning, bekend van het bolleke. Het bolleke, het symbool van Antwerpen. En het afgelopen anderhalf jaar zijn ze waanzinnig druk geweest om de oude brouwerij om te toveren in een compleet belevingscentrum. En vandaag hebben wij de eer om als een van de eerste te mogen kijken hoe dat belevingscentrum eruit ziet. Ik hoop dat het echt een katalyserende factor kan worden. U weet, de Belgische bieren en Vlaamse bieren die zijn wereldwijd enorm gerespecteerd voor hun diversiteit en verscheidenheid. Er is inderdaad heel wat veranderd nu. Dat is ook normaal, zou ik zeggen, in de geschiedenis van een onderneming die blijft groeien en zich ontwikkelt. De brouwerij dateert van 1833. Nu zijn we een nieuw hoofdstuk aan het aansnijden. En dus we hebben inderdaad een volledig nieuw bezoekersparcours uitgewerkt. De Koning is de enige Antwerpse nog actieve brouwerij. Destijds waren er meer dan 50 brouwerijen. Brouwerij De Koning bestaat sinds 1833 en is de enige nog actieve. We willen dat absoluut zo houden en we willen er een levendige brouwerij van maken. Dus meer en meer bezoekers gaan aantrekken, zodanig dat ze het productieproces van het bolleke Koning, maar ondertussen ook van de Triple d'Anvers of van de Wild Joe kunnen gadeslaan, proeven, kennis maken met de geschiedenis van de onderneming, de band van de brouwerij met de stad Antwerpen. Wild Joe is echt wel een heel gedurfd iets. Hè. Zeg het zelf, het Wild Joe, Wild slaagt op wilde gist die we hebben toegevoegd op het einde in de fles, dat het heel onvoorspelbaar gaat maken. Joe is Jozef van den Bogaert die dat ooit iets heeft meegeholpen na de Eerste Wereldoorlog. Dus die is een link gelegd. Het bier zelf is een hoppig bier, een heel fris biertje, dat nog heel veel gaat evolueren. Door die wilde gist die is toegevoegd, weten we zelf nog niet wat het gaat worden. Brett is een wilde gist en die gaat die speciaal smaak over de maanden nog kunnen geven. Het bier gaat nog wat droger worden, licht, zuriger. En er zijn een aantal speciale hoppen ook aan toegevoegd die het nu al een heel lekker, fris, doordringbaar bier maakt. Het meest trots op vind ik nog altijd dat wij, die brouwzaal die is in 1995 gezet, dus we noemen altijd een nieuwe brouwzaal, maar het is al 20 jaar verder, dat je dat nu nog altijd kunt zien, dat we hier in Antwerpen nog altijd dat bolletje en andere bier natuurlijk ook, maar vooral de Koning nog altijd hier wordt gebrouwen, maar ook aan de mensen kunnen laten zien. Echt in de stadsbrouwerij, Antwerpen, die link, vind ik gewoon prachtig.